Er is een partij de grootste geworden in deze stad. Die partij is door andere partijen tijdens de verkiezingen uitgesloten voor deelname eraan. Maar er zijn wel heel veel mensen die erop gestemd hebben. En dan moet er een fatsoenlijk proces zijn waarom de mensen die wel op de MOS hebben gestemd dan vervolgens zien dat degene die zij geschikt achten om de stad te gaan besturen het niet mag doen. Dus nog veel moeilijker is eigenlijk het ontwikkelen van een proces waarbij een verliezer accepteert dat hij niet mee gaat doen. Dat is eigenlijk veel belangrijker nog, zou je bijna kunnen zeggen, dan dat er iemand aan de macht komt. Want dat lukt uiteindelijk altijd wel. Dus gewoon het verdelen van de poed, verdelen van de invloed, verdelen en een beetje een vorm vinden waar je vertrouwen onderling een beetje overeind blijft. Maar hoe maak je een proces waarvan dan degene die niet meedoet zegt, en ik snap dat het deze keer niet is gelukt, maar ik heb in ieder geval wel de kans gehad. En het is wel serieus geprobeerd. En het is wel echt op tafel geweest dat niet alleen per se omdat ik het leuk vind, maar er staan hier verdorie wel voor 9 zetels kiezers achter die dat wel een goed idee hadden gevonden. Dus eigenlijk een soort closure, dat bedoel je? Het kan een closure zijn. En juist om het closure te laten zijn, dat is eigenlijk de grote uitdaging. En dat vond ik wel, en toen dacht ik wel, dat is ook wel een groot belang, vind ik, dat je dat het proces goed verloopt. Want we vragen eigenlijk van mensen die nu op de MOS hebben gestemd en over 4 jaar weer naar de verkiezingen zouden gaan zeggen, nou ja, waarom zouden ze dan nu? Die moeten toch een verhaal hebben. Ja. Zeggen van, nou, vorige keer is het niet gelukt, maar hebben ze wel een proces afgewikkeld waarin die een kans maakte. Dat is toen niet gebeurd, maar misschien nu wel. En dan ga ik wel. Anders zeg je gewoon, maakt niet uit, want we hadden eigenlijk al bedacht dat hij niet mee mocht doen. Dus dat, ja, dat vind ik wel. En dat is heel tricky, want het is je moet, dat is mijn perspectief vanuit de zijlijn. Je moet processen hebben waarbij verliezers mee blijven doen. Ja. Want winnaars die willen wel, maar verliezers moeten er ook bij betrokken blijven.